Vandaag ga ik Minecraft spelen met 100 kijkers. Ze staan hier allemaal te popelen om te beginnen. Want vandaag gaan we namelijk de stoelendans doen, jongens. ik heb hier met Robin heel veel minecarts neergezet. Degene die niet in een minecart terechtkomt, zodra wij zeggen dat je in een minecart moet, die is af en die verliest. Degene die als laatste overblijft, die wint natuurlijk. Ben je er klaar voor, Robin? Ik ben er klaar voor. Robin! Ja? We beginnen met een onzichtbare muur. Zodra die onzichtbare muur weg is, moeten ze gaan rennen. Degene die niet in de minecart zitten zijn af. Let's go! Go, 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 daar gaan ze! Oh, oh, de oranje hier had een slechte start. Kom op. Nee, hij heeft het. Oh, oh, dit gaat goed. Oh, nee. Nee, ja, die had het niet. Octo, nee. Ik denk dat we gelijk een verdrietige Octo hebben. Oh, nee, oh, nee, oh, nee. Hier is er nog eentje. Nee. Nog eentje, ja. Milou, ja. Milou had hem. Oh, nee, dit is het, ja. Dit is het. Deze zijn af. Robin, ja. Het slechte nieuws. Bush, je bent af. Jij bent af. Jij bent. Oh, jij bent af. En je kan niet verstoppen hoor, je kan shiften wat je wil. Je kan shiften wat je wil. En dan nu gaan we naar ronde 2. Eentje weg, 2 weg, 3 weg, 4 weg, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 mensen gaan af. Volgende ronde gaan we het anders doen. Robin, ben je er klaar voor? Waarvoor? Ronde 2 natuurlijk. Ja, natuurlijk. Laat ze maar gaan dan joh. 1 en 2, 1 en 2. Waarom is die oranje zo traag alweer? Oh, vind je de poel, weer problemen. Oh nee, Anna. Anne, Anne, pak er eentje, je kan het. Anne, oh, wat nee, doe je nou? Nee. Anne is af, ja, ja, Anne is af. Anne. Anne. Wat heb je gedaan, Anne? Dag. 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 Kom hier. Oh, dit vind ik lullig. Wat doen we met hem? Wat doen we met hem? Nou, weet je wat we dan doen? Als nou? Jij je dan omdraait. Ja, en dan? Hallo. Alright, dan gaan we nu naar ronde 3 en die vind ik wat leuker. Hey jij daar, tijdens dit koekje kun jij zeker abonneren en even liken. We gaan voor die 3000 likes, daag! Robin, kijk ze wederom staan. Wat is dat voor Patrick skin? Oh, wat is dat voor keurskin? Wat is dat? En René heeft ook echt gewoon mijn hoofd op haar skin geplopt. We gaan een muziekbandje afspelen. En op het moment dat de muziek stopt, moet iedereen in de minecart zitten. Zitten ze al eerder in de minecart dan dat de muziek stopt, zijn ze ook af. En 3, 2, 1. Wat een saai deuntje. Wat een ontzettend saai deuntje. We gaan er al een paar zitten. Ik zie je al zitten. Ja, Jamie. Je bent al. Dag. Dag, Jamie. Dag. Wanneer stoppen we hem, Robin? Wanneer stoppen we hem? Zitten er al mensen vals? Zitten er al mensen vals? Oh, ik zag er wel eentje zitten, maar die is er snel uitgegaan. Ja, oké. 3, 2, 1. Hoppakee. Robin, hebben we wel minecarts weggehaald? Ik nu net 3. Oh, oké. Okay. Staan er nog mensen? Staan er nog mensen? Oeh, hij heeft er nog eentje, ja. Hier is er nog eentje. Hier is nog een vrije plek voor Octo daar. Hier is letterlijk een plek, Octo. Kan je mij wel gaan slaan? Maar er zijn 2 plekken. Weet je? Wie heb je vermoord? Nee, nee, hij is ook geliefd! Nee! Hij zat in een minecart. Waarom heb je dat gedaan? Ik wilde de minecart wegslaan. Oh. Weet je wat, even, Octo? Ik wil even een persoonlijk berichtje doen naar Rupsbeer. Rupsbeer, het spijt mij. We gaan nu naar ronde 2. Ongeveer 15 mensen zullen afvallen, maar nu moeten ze rondjes blijven rennen. Ze mogen niet meer stilstaan. Mag ik hem erin doen? Hier is hij. Jouw cd'tje. Dankjewel. Kijk, daar gaan ze! Oh, kijk ze rondrennen. Oh, als er eentje zit, moet hij er gelijk doodgaan, hè? Want dat mag niet, hè, erin zitten. En nee. Blijven bewegen, jongens. Blijven bewegen. Heel stilstaan goed. Is ze niet toegestaan. Wel goed, hè? Ja, ze luisteren echt goed. Ze snappen het principe van de stoelendansen. Ja, precies. Dat moet je ook wel. En spontaan, je zit erin. Ja. Oh nee, oh nee. Oh nee, wie gaat er aan? Ze zitten vol. Ze zitten vol, hè? Het is klaar, hè? Oh, daar gaan we dan. Nee, je kan verstoppen wat je wil, maar je bent klaar. Sil, hier komen we. Hey, Milou, jij kwam vorige keer ver, maar nu niet meer. U heeft het recht om te zwijgen, het recht op verhoor en de consultatie bijstaan. Tot ziens. Kijk eens achter je. Hallo. Laten we naar de volgende ronde gaan. We gaan nu eigenlijk weer terug naar ronde 1, maar dan met een extraatje. Er zitten overal gaten in de vloer, dus mensen moeten goed opletten waar ze lopen. Want als ze niet uitkijken waar ze lopen, gaan ze gewoon dood. Dus klaar zijn ze af. Doorbreek de muur in 3, 2 en 1. En hoppakee. Ik vraag me af of mensen doodgaan. Heeft het gewoon niet geholpen? Er, er is gewoon geen één enkel persoon door de grond gezakt. Oh jawel. Super. Wat ga je doen, Senne? Ga je zelf dood of moet ik je helpen? Dag, Senne. Wat ga jij doen, Luc? Ga maar, Luc. Mensen zijn plegen gewoon zelfmoord. Die zijn het zat. Robin, ik vind dat het tijd is... Wat zei je nou? Wat? Ik vind dat het tijd is om één iemand terug te brengen. Degene die als eerste in dit minecartje komt, we gaan het blokje eronder weghalen. En degene die er als eerste in komt, die krijgt de tweede kans. Ik vind dat wel een hele goede, denk ik. Vind ik een hele leuke, ja. Oké, ze hebben het begrepen. In 3, 2, 1. Wie gaat winnen?
En het is... Oh, Big Fish! Het is Big Fish! Ja hoor! Ja hoor, de winnaar! Big Fish, ik TP hem. Nou, hij heeft de tweede kans gekregen, jongens. En laten we dan gewoon nog een ronde spelen in 3, 2, 1 en go! Hoppakee, daar gaan ze. Oh, sommigen waren niet voorbereid. Goofy, my boy. Oeh, ik denk dat we weer heel veel af zijn. Dit is... Hé, maar onze Big Fish, de tweede kans, die... Ah, deze Iron Golem. Massamoord! Massamoord! Yeah! Hey, like a cupcake, mijn skin! Like a bosbes! My boys! Waarom moet je dit... mag je dat? Wacht. Robin? Ja? Het is tijd voor een vriendschapstest. Bosbes, offer jij jezelf voor cupcake? Gaat het gebeuren? Offer jij jezelf op? Ja? Ja? Hij doet het echt! Oh! Hij doet het echt! Oh, Bosbes heeft zichzelf opgeofferd! Oh, nee. Oh, man. Ik wil allemaal even de grootste F in de chat voor Bosbes in mijn reacties. Laat even alle liefde weten. Vertel een leuk verhaaltje over Bosbes. Wat voor legende het is. Daar heb je hem. Wat een legende. Robin? Ja? Ik denk dat we het ze best moeilijk gaan maken nu. Ja, ze staan allemaal klaar aan het randje. Wat heb je met de arena gehad dan? De arena is echt misvormd. Maar dat maakt niet uit. Dat maakt niet uit. Er staan ongeveer nu 41, iets meer misschien. Minecarts hier in het midden. En er staan veel te veel mensen omheen. Dus er gaan er nu echt heel veel af, jongens. Zodra de muziek stopt, mogen ze erop afgaan. Hoppakee! Daar gaan ze weer. Oeh, let op, hè. Ja, jij ging eerder. Er ging iemand te vroeg. Die had het verkeerd begrepen. Oeh. Die had het verkeerd begrepen. Die ging veel te vroeg. Oh, er gingen mensen te vroeg. Cookie, terug! Ja, ga maar dood. Zij het schuld. Stop! Mijn slimslover. Oh, daar gaan ze. Oeh, oh, er zijn er veel te veel afgegaan, Robin, door de lava. Ja. Oh, en die is dood. Oh nee, maar ze gaan hier natuurlijk in shiften. Ze gaan hier natuurlijk in shiften. Ik zie een cupcake, zie ik staan. Ja, ik zie Kastboy of zo. Hoppa! Wat ben je aan het doen? Hoe weet je dat je de goede vermoordt? Oh, dat zie ik hoor. Echt? Hoe kan dat? Ja. Oh my days. Maar Robin, nu gaan we het andersom doen. Breng de minecarts naar het glas. Oké, de arena is aangepast. Als in, er zijn wat cobwebs geplaatst. De minecarts staan nu hier. Het zijn er nog maar 30, hè. Nog maar 30 minecarts. En dit zijn al onze kampioenen. Ik ben zo... We moeten een kampioen kiezen, nu ik het over kampioenen heb. Oh, dat is een goeie. Ik kies René een keertje. Die heeft gewoon zo'n goeie... Allemaal even een aardje in de... Dan kies ik Shrek in de bikini. Shrek in de bikini, oké, prima. Je kan het, Shrek. Oké, 3, 2, 1, bim. Let's go. Oeh, wie gaat al? Oh, Roy Hawk in de lava. René valt in de lava. Nee, heeft ze het overleefd? Nee. Heeft ze het? Ze is dood. René, je was mijn kampioen. Ik was zo aan het juichen voor je. Hey, dit is gewoon mijn kampioen. Big Fish. Is de grote jouw vis. Kampioen? Wat voor geluid komt er denk je uit zijn mond als je hem zo ziet? Wat deed je nou? Oké. Het gaat nu pas moeilijk worden, jongens. We hebben een klein parcoursje voor ze uitgezet. Er zit per platform 5 minecarts. En er zijn meer dan 20 mensen in totaal. Dus ik ben benieuwd wie er afgaan, hoe ze afgaan. En of er misschien meer mensen dan verwacht afgaan. Oké, Robin. 3, 2 en 1. En go! Hoppakee, ja, daar gaan ze. Oeh, er is iemand in de lava gevallen. Oeh, ik denk dat ze ook beter gewoon de tijd konden nemen. Kom op, hier is nog een plek, hier is een plek. Oeh, oeh! Oh, je Shrek! Nee, je Shrek! Hij heeft het niet gehaald. Alles is vol. Sorry. Oh, wat zonde. Kijk, ze gaan met z'n allen hier. Ze doen zelfs nu een soort van polonaise. We gaan het parcours ook dan wat moeilijker maken. Als in, ik wil niet dat mensen het zo makkelijk halen als dit. Dus ze moeten telkens wel een beetje een te krap pad door, zoals dit. Dus kunnen ze maar over van via eentje. Ja, en ik ga ze allemaal een beetje random maken. Alright, Robin. Ja? Go. Ik ga niet eens meer aftellen, gewoon go. Go. Oeh, er gaan er te veel hierheen, er gaan er te veel hierheen. Oh, hier gaan ook te veel naartoe. Oeh, mensen hebben... Oeh. Ik zag hier gelijk wat er gebeurde als in er gingen echt te veel. Ja, gedaan. Helaas. Mensen gaan af. Het einde voor heel veel mensen is nabij. Kijk, deze Teletubby, de Stinky Winky. We gaan weer iemand een tweede kans geven. Dat vond ik gewoon veel te leuk. Robin, ga je gang. Daar ga ik. Oh, Piepo! Piepi Popo! Yes. De winnaar! Het is Piepi Popo! Oh, deze had een naam! Ik ben er dus zojuist achter gekomen dat mijn facecam echt basically de hele video er gewoon uit lag. Dat is me echt nog nooit overkomen, maar nu dus wel. Hallo, daar ben ik dus weer. Maar deze keer met facecam. Robin, we gaan gewoon verder waar we gebleven waren. We hebben natuurlijk nieuwe kampioenen uitgekozen, maar als we er nou eentje hier weghalen, dan gaat het in één keer heel krap worden. Hoeveel zijn er dan nog over zo? Een paar. Een paar. We zijn er zo meteen we hebben nog geen zin meer in rekenen. Over. 10. Oh, nee, 8. Ja, ik wou dat zeggen. Zijn er zo meteen nog maar 8 over. Dan doen we dit nog één keer. En daarna gaan we de finale. Oeh, dan gaan we een beetje het finale gebied in. 3, 2, 1. Biem. Oeh. Oh, dan ga je te veel. Nee, piep. Piep, piep, popo. Nee. Nee. Mijn piep, piep, popo. Nee. Oh. Ja,
Ja, je kan het nog. Bigfish, nee. Bigfish, je kan het nog. Het is nog niet klaar. Er is ruimte. Er is ruimte. Oh. Wat een snelle opgever ben je. Je verdient het niet eens om te winnen, Pipi. Wil jij nou ook zulke leuke events hosten? Of wil je gewoon andere leuke dingen doen met je vrienden? Ga dan zeker even naar het linkje in de beschrijving. Kaas Hosting en host daar jouw eigen Minecraft servers. Einde reclamespotje. Jongens, we zijn in het finale gebied gekomen. Er staat hier één minecart. En we gaan mensen tegen elkaar opzetten. Vandaag zijn de challengers. Slustep hier en Slustep hier. Hopeloos. Hoppakee. Jullie twee gaan tegen elkaar vechten, jongens. Ik denk dat ze er klaar voor zijn. Ze hebben een klein stoplichtje. Zodra deze blokken op groen zijn, mogen ze gaan rennen. Er staat hier één minecart. Ik denk dat ze er klaar voor zijn. Komt-ie! En wanneer jij klaar bent, Robin. Wanneer jij klaar bent. 3, 2, 1... Go! Boom. Ja, de hazen! Wie pakt hem? Wie gaat hem pakken? Oh, en het is mijn maar één! Hopeloos, je bent hopeloos! En we gaan gelijk door naar de volgende natuurlijk. We hebben hier Roemerisse Kip met een mooie skin. Voor hem ben ik dan ook vandaag. En jij bent denk ik dan voor Sander, want je hebt geen keus. Nou, dat blijkt. Oké, Robin, wanneer je klaar bent. Oeh, ik vind het spannend. Ik vind het serieus heel spannend. Oeh, ja, ik ook. Ja, let op, hè. Go! Ja, daar gaan ze. Oeh, ze springen eroverheen. Wie is de echte winnaar? Roemer of Sander? Het is... Oh, wat sneu, Roemer. Mijn legende. Nee, hier komen Roemer. Hier komen. Hoppakee. Sander, je bent de winnaar. Ga maar daarheen. Ga maar daarheen. Wie doen we nu? Wie wil je tegen elkaar? Jij mag kiezen. Dan wil ik schuddende pinguïn. Ja. Tegen Blox. Hij wil. Ja, tegen Blox. Ja, oké. Prima, duidelijk. 3, 2, no look. 1. Een no look. Oh, geen. Wat doe je? Green! Oh, hij is green! Oh, dat was een afleidingsmanoeuvre. Afleiding! Oh, Bloksnoep gaat winnen. Duidelijk. Nee! Wat? Hoe dan? Hoe heb je die niet... Wat een inhaalmanoeuvre. Oh! Wat een onverwachte wending. Ik ga gewoon hier staan. Oeh, nee, maar dan blokkeer ze. Dat vind ik lullig. Dat vind ik een beetje lullig. Nou zeg, hè. Dan ga ik gewoon hier staan. Dan doe ik het. Oeh, ze waren wel scherp, hoor. Ze zijn scherp. Maar het betekent niet... Dennis heeft gewonnen. Jij wint met je kei gewoon. Het spijt me, Jason. Gaan we, Dennis, gaan we naar het winnaarshok. We hebben een heel parcours gemaakt voor ze. Team blauwe tegen team rood. We gaan weer 1v1's doen. Er zijn nog maar 4 kampioenen. En ik denk dat Dennis de stille killer is. Dat Dennis gaat winnen. Hij voelt als de stille killer. Hij is zo kalm. Hij is niet de stille killer. Hij zit even aan me te schudden. Jawel, Dennis. Ik denk dat Dennis het is. Waardoor ik nu Dennis opzet tegen Sander. Die springt als een heel vrolijk iemand. Ik denk dat ze er klaar voor zijn, Robin. Ik weet het eigenlijk wel zeker. Er staat hier weer een prachtige minecart. En er zijn daar 2 prachtige jongens. 1, 3, 2, 1, go! Beam! Ja, daar gaan ze. Oeh, Sander. Wat had je slechte start. Dennis, je kan het. Ik ben ook voor jou, Sander. Maar... Yeah! Oh! Wow, Dennis. Je hebt me gecrushed. Ik vind het zielig voor Sander, want ik was ook wel een beetje voor Sander. Nou, dit is de halve finale, jongens. Wie gaat er met Dennis naar de finale? Robin, ik vind het oprecht spannend. Voor wie ben jij deze keer? Ik ben Mijn Marijn. Mijn Marijn, daar ben ik wel voor de pinguïn. Wanneer het bolletje op groen is, beginnen ze met rennen. Ik ga weer met de vlag zwaaien. 3, 2, 1. En go! Go, ja! Daar zijn ze. Oh, Mijn Marijn. Die gaat winnen. Dit gaat gelijk. Oh, Mijn Marijn heeft gewonnen. Mijn winnaar. Ho, hey, yo. Nee, net niet. Oh, nee, pinguïn. Pinguïn, kom terug. Oh, man. Ik wilde je vermoorden. Laten we de 2 finalisten even in call doen. Hallo, jongens. Wie is wie? Ik ben Dennis. Jij bent Dennis. En Marijn? Ik ben Marijn. Hey, jongens. Vinden jullie het spannend? Ja, hoor. Volgens mij is dit wel echt een heel spannend event. Lijkt me als je meedoet. Het is echt heel stressvol om telkens in al die minecarts gaan zitten. Jullie zijn net 2 finalisten, hè? Eén van jullie gaat winnen zometeen. Wat willen jullie? Willen jullie met elkaar overleggen of zeggen jullie gewoon sticker in? Ja. Sticker in! Sticker in! Ja, natuurlijk. Hoe doen we dat? Oké, hey, jongens. Ik wens jullie veel succes. Willen jullie nog wat zeggen tegen de video. Jullie toch in call zitten? Nee, niet per se. Ja, dat zijn jullie ook zijn. Ga lekker jullie ook in. We zijn aangekomen in de finale. Mijn Marijn versus Dennis. Ik ben nog steeds voor Dennis. Ik zeg het is mijn kampioen. Die Dennis is mijn late game. Ik heb gestolen. Ik heb Dennis van je gestolen. Hij is voor mij. Nou, dan is Mijn Marijn voor mij. We hebben een nieuw parcours gemaakt. Ze moeten eerst sprongetjes maken en dan met een laddertje omhoog hier. Dan moeten ze best wel verre sprongen uit elkaar maken over de fences hierheen. En dan moeten ze daarna springen en in de minecart landen. Falen ze tijdens het parcours, moeten ze helemaal terug hierheen rennen om hem opnieuw te proberen. Robin, wanneer die op groen is, dan beginnen ze. Aan jou de eer. Voor de laatste keer. Voor de laatste keer. Zwaai ik met de vlag. Ja.
1, daar gaan we. 2, 3, hoppakee. Ja, en dan gaan ze. Oké, de finale. Dennis versus Marijn. Dennis is net wat sneller. Dennis is snel. Marijn. Dennis, als je het nu niet verpest. Oh mijn god, Dennis. Nee, Dennis. Dit maakt het serieus spannend. Dit maakt het serieus heel spannend. Mijn Marijn heeft de voorsprong. Kom op, Marijn. Dennis, gaat hij nou verliezen door deze sprongetjes? Ja. Mijn Marijn. Ja. Marijn. We hebben een Ik weet niet waar ik een hoge stem heb. Yeah! Het spijt me, Dennis. Maar je bent af. Je hebt gewonnen. Ja. Je bent een terechte winnen. Je camoufleert helemaal mooi met de muur mee. Hier, maar je hebt gewoon gewonnen. Hoe voel je je? Ja, heel blij. Ja, dat was is je zenuwachtig? Ja, heel zenuwachtig. Dat snap ik. En je viel ook nog een keer. Ja, je stond achter. Ja, het bleek eventjes alsof je ging verliezen, maar je hebt jezelf goed herpakt. In ieder geval, je prijs komt eraan, man. Ik ben zo meteen even terug en dan gaan we het erover hebben. Dankjewel voor het kijken in deze video. Vond je het nou leuk? Abonneer zeker even. Kijk zeker deze video, want wow, mooie video. Spreek je later, glaasje, tot de volgende keer. Dag!